My name is Mike Bos, and you're gonna fucking subscribe to my channel. And if you don't, I know where your mother lives. I know where your father lives. I know where your uncle lives. I even know where your nephew lives. And I will get him if I want to. But if you subscribe, there is no problem. So go ahead, make a choice. Zo, een hele goede dag dames en heren. Super tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Mike en ik ben hier met Fabienne. Helaas had ik er een echte sigaret en rook ik niet. Maar anders had dat de video, de intro, helemaal compleet gemaakt. Maar we gaan vandaag naar leuke video's kijken en natuurlijk daarop reageren. Dus ja, laten we gauw gaan beginnen. Oké, alright, hold on. Oh my god. Hé, hey, dit doet me echt gelijk denken aan Jesse. Oh, als hij aan het ronddraaien is. Hé, hey, van dit soort filmpje hou ik. Dat mensen helemaal draaierig en dronken worden. Hij draaide hard, hè. Hij ging ook echt hard. Even replay, man. Replay, man. Deze was echt lauw. Deze was echt lauw. Oké, alright, hold on. Hij sprong er ook gewoon een soort van vanaf. Hij vloog er gewoon vanaf. Oh, yo. Oh ja, dames en heren, soms kan ik een heel erge voice crack hebben. Ik heb ontzettend veel last van mijn keel gehad deze week. Het is nou, in principe deze dag klinkt het nog het beste. Het klonk echt alleen maar erger en erger de vorige dagen. Soms kan mijn stem een beetje wegvallen als ik wat te enthousiast ga praten. Maar let daar niet te veel op. Voice crack. Voice crack. Leren fietsen. Hij leek echt op een Ninja Turtle. Op een wat? Op een Ninja Turtle met die groene helm en dan zo'n rode bandana. Kijk! Wat? Ja, oké, okay, die lijkt wel een beetje op een Ninja Turtle. Kijk! Het is een Ninja Turtle! Het is gewoon een helm van een Ninja Turtle. Scherp gezien, man. Lekker. Oké, okay, maar nu wil ik hem nog één keer op zijn bek zien gaan. Zo. In de snelle blik leek dat een beetje op jou van vroeger. Op mij van vroeger? In de snelle blik. Vind je? Ja, ik weet, ja op zich wel. Ik snap het wel. Van de filmpjes van vroeger. Beetje. Lijkt wel een beetje. Ja. Maar leek het nou net of jij die bal probeerde te ontwijken? Nee, misschien. Ja, zie je wel. Ik zag het wel. Ik was in een confusing omdat ik dacht, wow, dat lijkt echt op jou. Toen kwam opeens een bal. Ja. Gewoon ontwijken. Charlie, pet me. Charlie, pet me. Charlie, lick me. Even de zuurstofkraan open draaien. Charlie, lick me. Die vond ik leuk. Die vond ik echt leuk. Hi. Oh, dat ding. Oh my god. Holy shit. Deze man die deed gewoon een hele breakdance move gewoon over dat ding heen. What the fuck? Kijk even hoe die valt. Breakdance. Hey. Wajo. Dat is wel ding, die staat ook een krimpen aan de IJssel. Ook een pernis. Ja? Ja. En ik denk dat die 5 minuutjes van onze school vandaan was. Dus als toen wij wel eens een tussenuurtje hadden. Gingen we wel eens naar de speeltuin. Gingen gewoon lekker daar chillen en weet ik het allemaal. Hoe vaak ik ben gevallen op dat ding. Hoe vaak ik ben gevallen. Toen hadden we nog niet echt camera's om te filmen, weet ik het allemaal. Maar hey, ik ben echt vaak gevallen op dat ding, hè. Die dingen zijn echt gewoon goud. Vooral voor kinderen die het voor de eerste uitproberen, die ga je zien zo hard op zijn bek gaan. Maar zo hard dat hij op zijn bek is gegaan, had ik nog niet gezien. 2, 3. Oh my god. Oh my god. Zo, die man die moet blij zijn dat ten eerste het hout brak. En ten tweede dat hij nog in het water landde. Want als hij stopte, dan lag hij gewoon daar. Die ga je voelen, vriend. Die ga je morgen nog wel voelen. Die ga je voelen. Go, dad. Dat is toch dom. Ja, hoe kan je zo stom zijn? Oh my god.
Oké, die was echt te clean. Ja. Oké, ondanks dat die val er heel hard uitzag, had ze hem wel heel clean geland door in één keer door te slijden zo het water in. Dat was echt smooth. Ja, dan is de blauwe plek gelijk gekoeld. Ik zie het al, mij en Vince. Ja. Ja. Of die ben jij, die linker. Dat, want die heeft een camera beet, hè? Oh my god. High kick in the face. Deze man die kreeg gewoon gelijk volle laag met die schoen, gek. Oh, oh my god. Maar die boot valt ook gewoon om, hè. Zag je dat? Nee. Heel die boot valt ook om. Kijk, kijk, kijk. Omdat ze schrokken. Dus iedereen die schrikt zo hard. Die denkt, no, fuck this shit, I'm out. En die... cancelt gewoon en die gaan gewoon met z'n allen om. Ja, één voor allen. Elf voor één. Dat is echt gewoon lompigheid voor kleine kinderen. Ja, maar ook zo zielig, maar zo grappig tegelijkertijd. Altijd die kerstbomen. Altijd als je een kerstboom ziet en mensen gaan op die one wheels, gaan ergens op. Mensen vallen altijd in die kerstbomen. Weet waarom? Je, weet je waarom? Dat wil ik je echt net uitleggen. Echt? Je weet het antwoord? Nee. Wat denk je? Wat denk je? Ik denk, omdat je op dat ding staat, denk je, oh nee, niet de kerstboom, niet de kerstboom. En altijd als jij denkt niet, dan ga je er juist naartoe. Ja, dat is dus waar. Dat is ik waar. Ik denk dat dat het is. Mensen zijn zo gefocust om niet op die kerstboom te vallen... dat ze op die kerstboom vallen. Ja, en dat heb je met meerdere dingen. Dus ik denk dat dat het dus is. Ja, maar dat is net als met je fiets. Als je gaat glijden of je stuurt. Dat je denkt, niet die paal, niet die paal. Ja. En waar rij je naartoe? Vol op de paal. En ik denk dat dit ook zo met kerstbomen dan ja, is. Dus ja, niet de kerstboom, niet die... Ja, te laat. Ja, de kerstboom. Ja, dat is scherp van je opgewerkt inderdaad. Ja. Ja, dat is wel waar, ja. Hey, in slow-mo. Oh, die draait te snel. Ik zie het nou al. Duik. Oh, nee. Oh, kijk. Oh, belly flop. Kijk, hij reageert erop. Hij zag het ook al vanaf het begin. Hij zag het al vanaf het begin. Moment, deze man is nog niet eens gesprongen op die duikplank. En hij zit al van, oh nee, dit gaat fout. Oh, hij zag het al aankomen. Wat zou deze badjuffrouw moeten denken? Ik weet het niet. Maar kijk, al die mensen daar kijken ja, ook. Iedereen is gefocust op deze ene man die een salto doet, hè. Kijk die man. Hij denkt, nee, hij doet het. Nee, hij doet het. Oh nee, daar gaan we. Oi, oi. Oh. Oh, kijk, kijk. Ja. Oh. Doei. Oh my god. Oh, dat is echt erg als dat gebeurt, jongen. Kijk dat kind ook kijken. Oh ja, dan weet je dat je gewoon te oud bent geworden voor die speeltoestellen. Ja. Kijk, 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 deze man blijft gewoon liggen. Hij denkt, oh, wat ik niet zie, dat is niet gebeurd. Wat ik niet zie, is niet gebeurd. Oh ja, daarom moet je gewoon ook nooit overgooien in huis. Of sporten, spelen in huis. Dat gaat gewoon nooit goed. Nee, echt nooit. Er gaat altijd wel iets stuk, echt. Ja. Ja, die glijdt uit. Ik wist het. Oh, die hoofd, hè. Die hoofd heeft me toch een partij beton gekopt, jongen. Je moet nooit rennen op zoiets, want het is glad door. En zeker niet wat het water ingaat, dat is al helemaal glad. Ja, nooit rennen op iets wat het water ingaat, want dat is gewoon glad. Kijk wat je doet. Oh, dat hoofd, hè. Oh, daar zal die bolle rups nog even last van hebben. Oh. Salsa. Oeh, de salsa. Ja, dames en heren, het zit er weer op. Hartstikke bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het naar je zin hebben gehad. Ik hoop dat jullie het een leuke video vinden. And don't forget to subscribe. And that's the order of the peaky fucking blinders.
en zijn assistenten.